Hallo iedereen. Hey. Hallo. Hey. Hey. Oké. Goedenavond iedereen. Het is vanavond nog eens mijn beurt om live te komen. Dus ik ga er maar aan starten, hè. Ik ga eerst even. Ik heb al een klimmetje vast mijn haar wat aan de kant doen. En dan start ik met de Mineral Primer. Altijd dezelfde start eigenlijk. Ik doe dat nog altijd met die bloemetjesborstel. Je kunt het even goed met je handen aanbrengen. En dan dus gewoon wat uitsmeren. Voilà. Dan de oogprimer. Hey Kim. En dat doe ik sowieso altijd met mijn vinger. Voilà. En de andere kant. Ziezo. En ik ga dan starten met de ogen. Omdat ik daar wat de nadruk op wil leggen. Met deze look. En is een speciale proberen. Dus ik ga daarmee starten. En ik start met gewoon een basiskleur. Ik gebruik er eigenlijk altijd de lingerie voor. De compacte oogschaduw. En ik ga dan met een eyeflat borstel aanbrengen. Dus ik doe dat helemaal tot boven, tegen mijn wenkbrauwen. Nog een beetje bij. Dat is eigenlijk gewoon voor het allemaal wat te egaliseren. Dat is een goede basis. Ja, je ziet dat ik van mezelf best wel wat donkerder oogleden heb. Dus. En dan de andere kant. Ziezo. En dan ga ik eigenlijk een kleurtje dat ik ook wel veel gebruik en wel mooi vind als basic. Café au lait. En daarvoor gebruik ik dit penseel. En daarmee ga ik eigenlijk gewoon hier in een arcadeboog
wat aanzetten. Dat is een mooie matte kleur die eigenlijk denk ik bij iedereen kan en bij elke look wel mooi is. Dus ik ga een beetje... Ja, ik ben hier even iets aan het zoeken voor de oogschaduw. Terug wat af te kloppen, dat je niet kunt beter wat opbouwen dan ineens te veel te nemen. Ik ga proberen in mijn gsm te kijken. Dus ik hou altijd mijn ogen open. En begin dan zo wat een wuivende beweging te maken. En je kunt wat verder gaan naar buiten. Een beetje nemen. Voilà. Het is eigenlijk nu wat de bedoeling dat ik... zo iets donkerder ga aanzetten, vooral in een arcadeboog en daarboven. En dat ik dan subiet op het bewegend ooglid zelf een lichte kleur met zo'n beetje sparkle ga aanbrengen. En dan eigenlijk wat proberen zo'n cut and crease of cut crease te creëren. Dat dat eigenlijk wat een strakkere lijn blijft. Dus dat is het opzetten van een ooglook. Dus ik ga nog even verder werken met dan het aanbrengen van deze kleur. Voilà. Ik ga nog een beetje bij doen, want allee, door dit ietsje meer aan te zetten, ga je zometeen ook wel iets meer dat contrast hebben, dus dat gaat wel mooi zijn. Ja, inderdaad, je zit nog wel op tijd. Ik heb nu al niet zoveel gedaan, de primer, ik ben nu eigenlijk nog maar het tweede stapje van de ogen aan het doen. Voilà. Ik ga nog een iets donkerder kleurtje er ook bij doen. Voor nog iets meer dat contrast te hebben. En ik had daarvoor gekozen voor de chocola. En dat is dan zo'n losse oogschaduw. Dus dan moet je heel even opendraaien en dan in dat schaaltje een beetje tikken. En ik blijf deze borstel daarvoor gebruiken. Ik ga even mijn spiegel er hierbij nemen. Dat is iets handiger dan in de gsm. Maar ik doe daar eigenlijk hetzelfde mee. Dus ik ga ook weer terug zo van links naar rechts blijven gaan. Nog een beetje. Voilà. En dan het andere oog, hetzelfde. Nog een beetje van die chocolade erbij pakken.
Wat het verschil daartussen is. Ik denk dat ik dat nu wel ga laten zien met deze look. Want je gaat zien dat je dat wat anders maakt. Ook dan een gewone ooglook. Maar wat ik denk als grootste verschil zie, is dat je bij een andere ooglook meer alles in elkaar mooi gaat laten doorheen blenden. En dan bij deze gaat ze niet echt zien, gaan we echt meer op zo'n strakke lijn werken. En ook echt duidelijk een verschil tussen een lichte binnenkant, allee, of een lichte bewegend ooglid, en dan naar die diepte dat je nu wat daaraan geeft. En dan het idee daarachter is dat je ogen er dan zo wat meer gaan uitspringen. Maar ik denk dat je wel wat gaat zien met dit, dat er wat verschil op zit. Hè? Maar je hebt dat ook wel in verschillende. Ja, je kunt met zoveel verschillende kleuren dat doen. Met, ik denk ook verschillende technieken. Maar ik ga het direct laten zien. Of toch proberen te tonen. Voilà. Dus ik denk dat ik de basiskleur zo ga houden. Als je nu, ik heb nu dit penseel gebruikt voor de look te doen. Ik ga dat misschien heel even afdeppen. Voor er nog eens over te gaan. Voor zo te zorgen dat je hier wel dat wat uitblendt. Maar zometeen gaan we dan niet meer doen. Goed. Ja, voilà. Anne heeft het net ook gezegd. Dat is inderdaad het idee. Ik zal er eens aan beginnen en dan kan ik het laten zien, hè. Dus wat dat je best doet, is concealer daarvoor gebruiken. Dus uw gewone concealer dat je altijd gebruikt. Bij mij is dat nu die liquid concealer. Ja, ik denk wel dat het een liquid moet zijn. Met een poeder concealer gaat dat effect er niet zijn. Dus dat is 1.0. Dat ga ik zometeen ook voor onder mijn ogen gebruiken. Doe een klein beetje op je hand. En dan moet je wel zien dat je een goed borsteltje hebt. In die zin van, allez, ik vind dat toch het makkelijkste dat dat wel een beetje wat stijvere haartjes heeft. Dus ik heb hier nu, ik ga dat denk ik doen met die smudge brush en met die pointed brush. Dat zijn allebei oogpenselen. Maar bijvoorbeeld wat ik hier ook wel heb, en daar heb ik het dit weekend mee geprobeerd. Dat is niet van Saint Pourçain, maar van I Am Clean. En die hebben zo'n een plat concealerpenseeltje echt. Dus de concealerpenseel van Saint Pourçain dat ik heb, daar ga je dan niet mee kunnen doen, want dat is wat breder. Ik vind die wel heel makkelijk voor onder je ogen. Maar bijvoorbeeld dat van I Am Clean vind ik daar ook wel een goeieke voor. Dus ik ga het er hierbij leggen. Voor het geval dat, dan toch, dat ik dat nog wat nodig heb. Maar ik ga het dus nu proberen met die het smudge brush vooral. Dus ik heb hier wat die concealer op mijn hand. En dus nu ga ik dat gewoon aanbrengen hier op mijn bewegend ooglid tot in die plooi. Dus het is hier wel belangrijk dat je begint hier van onder. Kun je zo wat slordiger beginnen. Maar als je echt aan die plooi komt, moet je wel echt werken naar een strakker lijntje. Dus ik ga even starten. Ja, ik heb hier even de spiegel bij mij. Voilà, ik ga nog wat extra concealer pakken. Ik zou zeggen, bouw dat wat voorzichtig op.
Dus ik ga helemaal tot in de hoek. En ik probeer dan hier mooi in die arcadeboog zo te eindigen. Ik ga even met het fijnere penseel wat verder werken. Ja, ik vind persoonlijk hoe... hier stikt er misschien iets meer tijd in, maar hoe mooier dat je dat zet, hoe makkelijker dat eigenlijk ze biedt. Je gaat gaan voor echt dat effectje te hebben. Ziet er nu een beetje raar uit. Hè? Wacht, ik probeer even de vragen te volgen. Niet meteen een ooglok voor iemand met hooded eyes. Ben ik daar mis in? Dat is een goede vraag. Ik kan daar eigenlijk niet zo direct op antwoorden. Misschien als andere mensen daar een antwoord op hebben. Dat weet ik eigenlijk niet. Of dat kan voor hooded eyes. Misschien moet ik het gewoon eens proberen en zien wat effect dat geeft. Ik vind de losse poeder nog steeds te donker. Ja, dan zou ik inderdaad ook aanraden voor een tintje lichter te gaan. Goed, ik ga even verder werken. Voilà, ik ga daar even bij dat oog bij laten. Nu ga ik hetzelfde doen met dat andere oog. Dus ik ga eerst met die smudge brush. Ik zou zeggen, neemt goed ook dat hoekje mee van binnen. Voilà. Je hebt altijd de ene kant die dan beter lukt dan de andere kant. In deze beter gelukt. Je hebt niet ineens veel vlotter ook. Misschien is dat omdat ik rechtshandig ben. Oké. Dus nu zit er een laagje concealer op. Ik heb dat wat proberen in een strakke lijn te doen. Je kunt dat ook nog wat... dat is misschien ook wel mooi dat je dat hier zo nog wat meer in een puntje uitwerkt. Dat kun je ook nog perfect doen. Ik ga ook eens terug die een andere borstel daarvoor gebruiken. En hier aan deze kant dan hetzelfde natuurlijk. Ja, zie je, bij deze kant lukt alles precies beter. en dan had ik Rose Tendre, de oogschaduw. Dat is ook een losse oogschaduw. En daar zit zo... Ik vind dat zelf wel een heel mooi kleurje. Dat zou ik nu aanraden voor bij uw collectie te voegen. Moest je dat nog niet hebben, er is veel keus. Maar ik vind dat wel een heel tof kleurje. Dat is een licht en daar zit zo wat een sparkle in. Dat is wel heel mooi, hè? Dus, dan is het eigenlijk ja, gewoon simpel. Eens je de vlakken gecreëerd hebt, is eigenlijk gewoon dat vlak volgen en dat dan gaan inkleuren met die roze staande. Oké, ik ga weer terug even mijn spiegel erbij pakken.
En dan de andere kant eerst even meenemen. Ja, dus je ziet dat je hier echt gaat werken met meer een echt vlak. Ik ga nu eens even het fijnere penseeltje erbij nemen. In dit oog nog altijd het beste gelukt. Hier zit het wel echt heel goed. De strakke lijn, dan het uitschieterje. Dit is misschien. Nu, je kunt daar zo extreem in gaan als je wilt in zoiets. Hè. Als je er van boven nog veel donkerder maakt of als je. Hier nog voor meer contrastkleuren kiest of voor specialere dingen. Misschien ook wel leuk voor de feestdagen als je zo echt een hele glitter look wilt op je bewegend ooglid. Voilà. Ja, ik heb hieronder een beetje gesmost, maar we moeten dat ze die toch nog fixen. Ik ga nu denk ik wel nog een klein beetje duidelijker die. Maar dan moet, nu moet je iets voorzichtiger zijn, want ja, nu wil je niet dat het te hard gaat blenden, hè. Ik ga wel nog een klein beetje. Dus de beat komt daar natuurlijk nog mascara en weet ik veel wat aan te passen. Dan geeft dat nog een heel ander zicht. Hè? Maar dit is alleszins, wie dat vroeg van wat is dat, is dit wel het idee erachter. Dat je dus inderdaad een duidelijk vlak maakt. Oh, deze kleur. Wat ik er ook nog wel aan ga toevoegen, en dat ga ik doen met dat brow penseeltje, is toch nog een tikje glitter. Is, ah, oei, palet 2 ligt hier onder de spiegel. Dat is dat ik dan in de overgang van dus waar dan nu die roze tendre zit. En ik denk trouwens dat ik die roze tendre, ik ga die nog ietsje meer aanzetten, want ik vind dat je nu nog wat de concealer er te hard onder ziet doorkomen. Wacht, ik ga dat nog ietsje beter. Ja, dat is beter. Veel beter. Dan is dat de schijn van die concealer nu is veel meer weg. Ja, dat is veel beter. Naar de andere kant.
zo. Nou, misschien nog wat ietsje die donkerdere kleur aanzetten. Zo. En dan dus wat ik nog wou doen, is dus met dat wenkbrauwpenseeltje. Ik ga dat een klein beetje nat maken. Maar ik denk wel dat jullie dat niet gaan zien op het beeld. Dat is met het palet 2.0. Zo nog in een overgang een lijntje trekken. Dan zit daar nog zo wat extra dat effect in. En ook toch wel, dat palet 2.0 is echt enkel en alleen glitter. Dus ik heb de kleur Mulberry. Als ik dat juist uitspreek. En ik ga dus in die overgang een lijntje zetten. Ik weet niet dat jullie het hard op beeld gaan zien. Maar dat geeft nog wel een tof effectje. En dan ja, benadrukte nog eens extra het feit dat je er echt zo een harde lijn maakte. Die kant het wel. Zo. Nog eens een keer erover gaan. Je kunt dat eventueel ook zetten tegen je wimpers aan. Zo'n beetje het idee van zo'n glitter, zo'n glitterpenneken of zo dat je soms hebt. Dus, dan ga ik verder met dat oog nog verder af te werken. Want dat gaat dan nog beter tot zijn recht komen. Ik ga nog een oogpotloodje gebruiken. Dat is het waterproof potlood. De grijze kleur. Weer hierin te werken. En dat zet ik echt zo van boven in mijn wimperlijn. En ik ga ook nog eens hier daar een lijntje mee tekenen, maar dat zal ik even met de spiegel moeten. Ja, dus niet in beeld natuurlijk. Ik ga het zo proberen te doen. Je kunt ook een eyeliner gebruiken, natuurlijk. Voilà. Je ziet wel dat dat, allee ja, ik weet niet dat jullie dat ook zien, maar ik vind altijd dat dat zo wel een groot effect geeft als je zoiets erbij voegt. Dus ik ga dat nu aan de andere kant ook doen. Voilà, wat ik eigenlijk nooit doe, is een lijntje onderaan zetten. Want ik vind dat dat mijn ogen heel hard verkleint.
als ik onderaan iets zet, dan is het zo'n beetje van dat poeder. Dat zou ik nu nog wel kunnen doen. Met die kleur, met die chocola. Ik ga die nog even hier laten staan. Dat ik dat ze het nog wel een beetje doe. En nog eens een laatste keer. Mijn lijn. Het potloodje. En dan nog mascara. Maar weet je wat ik ook nog wel kan doen? Dat is van die lichte kleur, van die roze tendre, kan ik nog zo een beetje hierboven zetten. Dat is ook wel altijd mooi. Dus ik was aan het zeggen, de mascara. Dus ik heb gewoon de L'Original mascara. Mogen goed gebruiken. Nog eens een tweede keer. Voor het andere oog. Ziezo. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Ik vind het wel mooi. En zo biedt als heel de look af is, geeft dat inderdaad zo wel dat oplichtend effect op die ogen. Heb ik nu langs deze kant dat al daarboven gezet? Ik weet het eigenlijk niet meer. Ik zal het nog eens... ik denk het niet. Oh, dank u. Kei lief. En dan mijn wenkbrauwen. Ja, ik vind als je een ooglook doet, moet je zeker ook je wenkbrauwen meenemen. Nu, ik ben net van de morgen, het was er niet voor gedaan, maar geweest met mijn wenkbrauwen. Dus ik heb niet zo super veel werk eraan. Ik ga terug het wenkbrauwpenseeltje. Even kijken. Ik ga de kleur taupe erbij nemen. Dat is daar wel een mooie kleur voor. Dat is ook een oogschaduwkleur, zo'n losse. Maar je hebt ook van zo'n persoon zelf wenkbrauwproductjes. Ja, het begint niet hier te hard van voor. Maar begint hier halverwege in het midden. En werkt dan zo mooi naar dat puntje toe. En dan doe ik meestal zo met hetgeen dat dan nog achterblijft in de borstel. Werk ik zo naar voren toe. Voilà. En ook altijd belangrijk als je dat doet, kam daar nadien eens even door. Dat is veel natuurlijker, dat resultaat. Ja, bij mij tekent nu... Ja, ik heb henna brows en de verf tekent zo nog wat mee af. Dus mag je zien, het is een klein verschil. Het staat zo wel een beetje strakker door dat nog eens wat verder in te kleuren. De tweede laag, of de tweede wenkbrauw. Dus ook weer best in het midden beginnen. Dus gewoon dat puntje accentueren en dan zo met wat in mijn borstel achter blijft pas dat voorste doen. Dat is zo dat je een overgang dat je moet zoeken. Van,
Zo wat die een ombren, hè. Dat je er zou moeten inbrengen. Oké. Dan. Zijn de ogen denk ik klaar. En gaan we gewoon naar de basis verder. Wat heb ik hier allemaal? Ja, ik begin weer terug met de concealer. Ik ga denk ik ook vandaag, ik ben er zelf eigenlijk best wel fan van, die Stixies gebruiken. Dus de... Ik heb zo blush sticks. Ik heb twee blush sticks. Ik heb de... Hooray. En Peach Party. En dan heb je een contour stick. Die vind ik ook wel heel tof. Dus die ga ik sowieso gebruiken. Van een blush zal ik de... Ja, Peach Party ziet er zo wat lichter uit. De Hooray is zo wat een donkere... Een donkere versie. Oké, dan Hooray dan. Komt in orde. Het zijn allebei kei toffe zin. En dan heb je ook zo'n highlighter stick. Ik vind die zelf wel heel tof om te gebruiken. Alleen moet je wel wat zien, want als je in dat vloeibaar gamma blijft, allee, of als je in die sticks, vloeibaardere producten zit, ja, je moet zien dat je dat eerst allemaal aanbrengt en dan pas je poeders. Want als je een poeder en dan met dit daar gaat opwerken, en dan geeft dat niet zo'n mooi resultaat. Dus ik begin met de, nog eens terug van ter strak, de concealer, Liquid Concealer 1.0. Daar hebben we de concealerkwast voor. Dus je zet dat aan hier. En dan hier, dat je zo echt dat liftend effect hebt. Dat is al een basis voor je ogen. En als beet halen we nog de oneffenheidjes daarmee weg. Voilà. Naar boven toe. Zo goed tippen. En hier naar boven toe. En dan een beetje bijnemen. Ik doe ook altijd zo aan mijn neus een beetje. Op mijn kin. Ik heb daar precies altijd wel iets van oneffenheden. Dus daar, en dan mijn kin. En dan zo op mijn wangen, waar dat het nodig is. Dit nog. Ik zet dat eerst zomaar wat wild weg, voor dat dan wat heftig te gaan inwerken, hè. Heb ik al veel gedaan? Ja, eigenlijk ondertussen heb ik wel al wat gedaan, ja. Mijn ogen zijn al helemaal klaar. Dus ik ben nu aan de basis bezig. En dat gaat denk ik wel iets sneller gaan. Maar je kunt het er bekijken als je graag nog eens ziet. Voilà. Op zich is dat niet erg dat dat nog niet helemaal is... ingeblend. Ik ga dan een klein beetje van je vloeibare foundation gebruiken. Niet te veel, omdat ik merk ook dat ik nu wel een vrij droge huid heb. En dan ja, vind ik dat je dat wel wat sneller ziet, foundation. En omdat ik eigenlijk vooral met die sticks wil werken. Ik vind niet dat voor de rest mijn huid nog veel nodig heeft. Dus ik heb hier die... ja, sorry, ik laat het niet altijd goed zien. Die Liquid Mineral Foundation. Ik heb die in 1.0. Dat is zo, want ik las er juist iemand dat ook zei van... ja, ik vind de kleur wat te donker, denk ik, of te licht.
Goh, voor hier echt een laag over heel mijn gezicht mee te leggen, vind ik die dan ook te licht. Maar als je dat nog gaat opwarmen met die blush en met die contoursticks en deze gewoon maar wat beperkt gebruikt, vind ik dat wel kunnen. Dus mijn kin neem ik nog eens terug mee. En dan mijn neus, omdat die dan ook, ah, daar stikkels zo wel snel wat roodheid aan. Ik heb ook zo altijd wat op mijn wangen. Ja, eigenlijk zo wat die T-zone. Voilà. Maar dat is niet al te veel dat ik nu gebruik. Misschien mijn neus. Dus ik zie het uitzonderlijk rood, al valt het op het beeld nog mee. In de spiegel vind ik dat het er erger uitziet. Ja, dan die sticks. Ja, de laatste natuurlijk. Dus die contourstick. Ja, dat ziet er in het begin een beetje raar uit, hè, als je dat aanbrengt. Ik weet niet dat er hier zijn die fan zijn van die sticks. Ik heb die lang niet gehad en dan had ik die en dan kon ik niks anders meer gebruiken. Dus ja, ik probeer hier zo wat, je voelt hier zo goed je jukbeen zitten. Dus de eerste streep dat ik zet is daar zo wat vlak onder. En dan aan deze kant ook. Voilà. En dan zet ik wel, maar zet daar voorzichtig mee, hierboven. Dat is eigenlijk zo de drie dat je ook maakt met je bronzer en hier. En dan ga je dus daarmee. Ja, dus ik gebruik daar terug die bloemetjesborstel voor. Ik vind dat daar eigenlijk wel een hele goede voor. En gewoon, ja, in cirkelende bewegingen blend ik nu die strepen uit. En trek dat goed door tot aan uw oor. Ik ga eerst ook deze kant doen. Dus ik kan nog wel wat meer gebruiken. Ik ga eerst ook die kantjes hier doen. En hier boven. Ga nog een tweede laagje erop zetten. Dat mag ik wel wat hebben. Ja, en aan deze kant had ik ook al gezet.
ga nog een beetje bijdoen, omdat ik vind dat daar op het beeld nog niet 100% iets wat ik het zou willen. Oké, okay, ik zal eerst eens de blush erboven zetten. Dus dat is de Hooray blush dat ik ga gebruiken. Die zet je dan, ja, die zet ik meer op het jukbeen zelf. Dat is ook een super mooie. We kunnen trouwens ook perfect als lippenstift gebruiken. Allee, dat denk ik dat wel gedaan wordt redelijk, want ik zie dat toch geregeld op de community passeren. Dat is ook een hele mooie lipstick. Als je dan niet te veel producten wilt gebruiken of snel moet zijn, dan is dat perfect daarvoor. Ja, dus ook daar weer gewoon inblenden. Ik vind dat ook wel mooi als je dat dan zo wat mee naar boven trekt. Nog een beetje meer. Nu, ik moet zeggen, nu ben ik er lang aan bezig. Maar ik vind dat anders, die sticks, dat gaat echt kei snel vooruit. Hè? Allee, soms zet ik ook gewoon de twee vegen bovenin. Eén veeg met de contour, één met de blush. En zet ook direct in één een draai ermee weg. Hè? Een klein tikje. Ja, super mooi vind ik. Die een Hooray. En in ieder geval die kant wat meer is aangezet, dus dan ga ik deze nog wat doen. Het moet wel in evenwicht zijn. Hé, hey, hallo Anne. Oké, okay, dat zit in evenwicht. En dan kun je dus nog afwerken met die highlighter stick. Dat is ook wel mooi voor daar nog boven te doen. Wat ik ook super mooi vind, is dat je dat hier zo aanzet. En hier kan dat ook zo. Op alle plekken waar zo het zonlicht invalt, hè, is dat wel mooi. Dat tipte er. Voorzichtig zo. Voilà. Wat hebben we dan nog? Even denken. Ik denk dat we dan nog een poedertje gaan doen. Voor het allemaal wat vast te zetten. Ik heb hier die setting powder, de matte. Dus ik ga die... nog gebruiken. Ja, dat is dus ook weer zoals alle poedertjes wat uitkloppen in het potje. En dan doe ik dat met de kabuki kwast goed draaien. En ik zet die eigenlijk vooral in de T-zone. Oh, dankjewel. En zo op mijn kin. En dan ga ook nog altijd kunt doen. Ik vind dat zelf wel heel mooi in de winter. Dat is zo is ja, met de soleil. Er zijn nu de nieuwe. Je ziet, je mijne begint ook op te geraken. En dan gewoon met een blush brush. Daar zal toch nog eens een laatste keer wat over gaan.
Wie wil er geen schoon bruin kleurken? Ja, ik doe dat echt overal een beetje. Zo. De lippen. Ik heb nog op de stock sale 2 nieuwe lippenstiften kunnen scoren. Ik heb de Le Nude Parfum. Ik weet niet of je dat spreekt. En crème brûlée. Allebei super mooi. Ik ga nu eens voor de crème brûlée gaan. Ja, ik hou heel veel van die nude-achtige tinten. Ik ga misschien ook nog een extra glosje bij doen. Eén dat ik ook echt super mooi vind, is de Sophia. Mijn glitterje in. Echt super mooi. Ik denk dat dat ook wel mooi bij deze look gaat passen. Ik heb zo het gevoel dat ik iets vergeten ben, maar ik denk niet dat dat het geval is. Ik denk alleen een lippenstift nog. Dus ik ga even in de spiegel. Zo echt een super mooie kleur. Ik zie dat graag. En die zijn best nog wel zo romig van textuur eigenlijk. Ik vind die toch romiger, of ja, hoe moet ik dat zeggen, dan bijvoorbeeld die van mijn kerstcollectie, waar ik ook wel een enorme fan van ben. En dan doe ik dus nog een klein bekje. Waar heb ik die nu staan? Ah ja, van die gloss erover. Ik ga dat nu wel even met mijn vinger doen. Puur omdat ik niet wil dat dat borsteltje vol lippenstift hangt. En dat is ook tof als je gewoon zo wat in het midden doet. Dan moet het daarom niet op heel je lippen. Oké, top. Ik denk dat ik er ben. Ik vind dat heel hard match met een outfit ook. Dat is er eigenlijk niet voor gedaan, maar... Ik vind hem wel. Oh, dankjewel. Ja, ik vind ook wel mooie kleurtjes. Ik zal eens even mijn haar wat deftig doen. Ah ja, ik heb nog niet... De flesje is bijna leeg. Ik heb eigenlijk nog wat gespaard voor vandaag. Want ik dacht, wie heb ik dan niet meer. De fixing spray doe ik ook wel altijd. Ik vind dat eigenlijk dat wel bij zo'n minerale make-up... Nu heb ik vandaag niet zoveel poeders gebruikt, maar ik vind dat hem dikwijls ook wel maakt. Dat je die fixing spray en dat dan heel mooi zo wat inblendt. Dus ik ga dat er nog op doen. En ik bedenk nu juist nog iets. Nog de final touch. Dank jullie wel. Ik ging nog met die chocola. Zo wat van onder in mijn, aan mijn ogen doen. Dus ik ga terug wat die smudge brush gebruiken. Of je zou dat ook kunnen doen met die voor de wenkbrauwen. Ik ga daar nog een klein beetje... Dat doe ik wel. Maar zo'n lijntje helemaal niet. Maar zo een beetje nog wat kleur. Maar ook niet zo heel dikwijls. Hè? Maar ik wil het nu misschien al nou hier toch zijn voor een hele look. Kijk, dat is dan toch wel ook wel tof. Nog wat meer aan die kant. Oké, ziezo. Dus vooral geprobeerd om de cut and crease. Als je nu zelf daarin geïnteresseerd bent, je vindt daar mega veel filmpjes van op YouTube. Van hoe dat je dat kunt maken. Maar meestal wordt het wel wat gedaan via een techniek dat ik heb gedaan. Met concealer en dan een lichte kleur erop. En het zou wel, ik weet niet, jullie moeten maar zien wat jullie van denken. Maar het geeft wel, of het is het idee van een iets meer uitgesprokener je ogen er dan te laten uitkomen. Voilà, heel erg bedankt om te kijken.
misschien zie ik jullie dit jaar nog wel eens terug rond de feestdagen of zo. Nog een fijne week. Ah, oei, welke kleurtjes heb je op je ogen gebruikt? Ah ja, Anne, ik heb eerst lingerie over heel het ooglid. Dan café au lait. Dan in de arcadeboog. Dan ook wat van die chocola in de arcadeboog. Dan op zo het bewegend ooglid. Eerst dan die concealer en dan met die roze tendre. Dat zijn de kleurtjes, als ik me niet vergis. Kan dat ook met Web Concealer? En wat bedoel je met Web Concealer? met de poeder concealer zou ik dat nu niet doen. Of ja, je kunt eens proberen en misschien posten dat het lukt. Maar ik denk dat je net voor duidelijk die lijn te maken, dat je daar echt de liquid voor nodig hebt, denk ik. Oké. Dag iedereen.